Welkom iedereen bij Nintendo presenteert. Ja, ik was net een seconde later dan jou, maar dat maakt niet uit. The Legend of Zelda. Zelda. Moet mijn geluid echt volkingen zacht gaan zetten, holy fuck. Tears of the Kingdom. Geen menu, geen niks, gewoon meteen, je begint meteen. Ja, jammer joh. We hebben al relatief gezien een lange avond achter de boeg. Mijn god. En nu wil ze zo van, weet je wat, fuck it. We beginnen gewoon aan Tears of the Kingdom. Ja. Jordi, hoeveel heb jij gespeeld voor Tears of the Kingdom? Eerste half uur. Same. Was jij al bij de tempel terechtgekomen of niet? Nee. Nee, dat bedoel ik. Het is niet zo van, oh, de game is nog maar net uit. Nee, de game is ondertussen al wat, 2 weken uit? Ja, zoiets. Drie weken uit. We gaan richting de 3 weken. Allebei niet gespeeld. Ik heb Breath of the Wild nog niet eens uitgespeeld, ooit. Nee, ik ook niet. Waarom doen we dan Tears of the Kingdom? Ja, geen idee. Ja. Backwards. Omdat, fuck it, we gaan gewoon backwards spelen. Ja, we gaan backwards spelen. Wie weet, misschien doen we later iets. Misschien doen we later wel Breath of the Wild. Maar moet eerst nog iets anders. Er moet eerst iets anders komen op de Switch voordat we Breath of the Wild gaan doen. Ja. Nou, let's see where all the fuss is about. Ik vind het ook zo mooi van... Ja, die miasma kan iedereen ziek maken. Maar ja, wij staan letterlijk dicht in de miasma in het centrum en voor ons is het geen probleem. Oh, wacht. Bij jou is de game op zijn Engels? Nee, Nederlands. Oh. Maar ze gebruiken ook miasma. Oh. Gelukkig ben jij hier, Link. Nou ja, we hebben al gezien wat er is gebeurd in de trailers. So we need to be ready for anything. But... Daar wonen we. Gaan wij allebei dezelfde kant op steeds? Of gaan we random kant op? Waar jij je fijn bij voelt. Leuk. Dus we kunnen echt letterlijk allebei steeds wat anders gaan doen. Ja. Goud. Ja, meestal wordt een casual playthrough en geen... Geen race. We kijken maar hoe de dingen doorlopen en we kijken maar hoe de dingen gaan en ja. Het enige wat we wel afspreken is dat we tegelijkertijd de game afmaken. Ja. Vind ik een goeie. Tears of the Kingdom. Ik had het wel echt niet verwacht op dit zou opnemen vanavond. Ja, je weet zelf ook, dan komt het er waarschijnlijk nooit van. Nee, precies, want... Hey, ze hebben 6 jaar die game gedeveloped. Ja. Maar als jij rondrent met dat zwaard, gaat dat zwaard door de grond heen. 6 jaar developed. Het is het masterzwaard, hè? Want het mastert eigenlijk helemaal niks. Het meesterzwaard, hè? Ja. Het is een meester door de grond te klippen, dat is het. Mijn god. Dit alles is... De Zonai. Ja, de Zona, ja. Die rare draak konijn dingen. Je gaat toch gezellig naar mij dan mij? Ja. Maar jij bent gewoon door de tekst aan het spammen, of niet? Ja, cutscenes laat ik doorgaan. Tekst, get fucks. Tears of the Kingdom. Wat ik wel mooi vind... Jij bent wel waarschijnlijk Rauru al tegengekomen, hè? Dat rare spookje. Nee. Van wie de arm is? Hoe bedoel je van wie de arm is? Oh, zelfs dat weet je nog niet. Gast, ik weet niks. Oké, prima, dan hou ik nog mijn bek. ik heb pas een uur gespeeld. Ja, maar zelfs ik kwam Rauru nog zo vroeg tegen. Nou ja, zij zo. Jouw uur spelen en mijn half uur spelen zijn altijd verschillend. Zelfs met mijn 10 uur en jouw 50 uur. Mooi. Kijk eens naar deze reliefs. Nou, volgens mij moet het redelijk queen zijn, maar oké. Okay. Of muurschilderingen. De Demon King. The Demon King. Is het mogelijk? Do these murals depict the same legend? Murals? Ja, ik verplaats heel even mijn... Dan kan ik iets beter kijken. Ja.
Nou, ik had dus toch ongelijk. Het zijn niet dus scheuren in de kingdom. Het zijn dus echt tranen in de kingdom. Wie aan het huilen is, ik heb geen idee. Maar ik heb ook geen idee. Het zijn waarschijnlijk jij en ik aan het einde van deze game. Het zou toch grappig zijn? Ik zeg je eerlijk. Het zou echt grappig zijn als wij hierna zeggen. Het is de beste zaal ooit gemaakt. Nou ja. Het gaat bij mij niet gebeuren. Ik vind hem al wel geinig dat we heel veel dingen kunnen gaan fuseren. Dat is het enige waar ik naar uitkijk. De rest kan me gestolen worden. Ja, ik kijk ook heel erg uit naar het martelen van Korox. Oh ja, het shit bouwen. Ja, menno. Wordt nog leuk. Nou, ik ben wel geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren. Wat ik wel meegekregen is dat de 4 tempels, of 5 tempels... 6 zijn het er zelfs hoor. 6, dat ook daadwerkelijk tempels zijn. Zo, hebben ze eigenlijk... ik weet niet of dat kritiek was, maar... Laten we dat feedback noemen, want in principe de Divine Beasts... Kan je zeggen van wat je wil? Het waren wel tempels, alleen ja, het waren niet echt... Tempels? Het was gewoon rukman. Typische tempels, ja. Ja, het is de Demon King, ja. Ik had het leuker gevonden als ze nou daadwerkelijk hadden gezegd... Weet je wat, Ganon is een keer goed, hij gaat als een spookje met je mee. Het zou ook een keer leuk zijn. Ja, maar laten we dan over eerlijk zijn. Wanneer was de laatste keer dat Ganon niet de villain was? Was het A Link Between Worlds? Ja. Link, this is a huge discovery. Ja. Oh, jij en ik lopen weer gelijk. Nou. Echt. Als dit straks in 4K is, met gewoon iets bizar goed is, dan word ik blij gewoon. Mm-hmm. Ja, ik blijf het maf vinden. Ik had echt verwacht dat deze game tegelijk met het nieuwe console zou uitkomen. Ja, à la Breath of the Wild, dus ja. Een Wii U en een Switch ding, ja? Ik bedoel, als je Want to Switch deel 2 aankondigt, en waar ik toch benieuwd naar maar ben. Maar waarom? Waarom is dat een ding? Nou ja, Want to Switch vind ik wel grappig. Ja. Nou, ik heb niks tegen Want to Switch. Ik heb meer tegen het ding van waarom... Via na dato. Ja, dat is een goeie. Weet je wat ik trouwens echt ruk vond? Aan dat ik dit speelde. Nou. Tot je al je powers nu kwijtraakt. Tenminste, ik ben nu bij Ganon. Mm-hmm. Dus je alles kwijtraakt. Nou ja, het is wel logisch waarom je alles kwijtraakt. Nou, ik had het prima gevonden als ik alles gehouden had, hoor. Ja. 2 rijtjes aan harten, 3 stamina dingen. Hallo, Ganon. Hallo, Ganon. Zoals je hoort te zijn, zoals je gewoon altijd hoort te zijn. Ik vind het ook zo mooi van... Oké, hij is verzegeld. Wij komen langs, meteen zegel gebroken. Wij doen niks, wij triggeren niks. Gewoon de zegel zegt van, weet je wat, we kappen hem even nu. Bizar. Morgen, Ganondorf. Hoe is het? Hi. Hoppa, dan gaan we allemaal hartjes ballen. Mm-hmm. Gewoon 3 ook. Maar wacht, in Breath of the Wild begint toch met meer hartjes? Weet niet. Ik weet het niet eens. Meer. Nou, dat, je moet je arm even na laten kijken. Ja. Ik vind de stem van Ganon wel goed gevonden. Mm-hmm. Maar Ganon is gevoiced. Zelda is gevoiced. Link? Nope. Hey, hi, hi. Ik vind het ook zo mooi dat deze fuck game is... Raru? Raru? Raru kom je zo tegen.
Nou. Wee! Dus tot alles in? Ja, natuurlijk. Wist je dat de speedrun nu al 58 minuten is? Yep. Dus jij gaat voor de 55? Ben niet goed. Nee, ben ik ook niet, daarom vraag ik het ook. Dag Gannon. Dag gewoon. Link! Nou, Zelda Tiefin naar beneden. Zou ook eens een keer anders zijn, dat je een keer Zelda erbij houdt. Zou ook eens een keer leuk zijn. Ja, dus ik wacht nog steeds op de dag dat je Zelda kan spelen. Oh, als Zelda kan spelen. Ja. Oh, ja. Ik bedoel, het kennen jullie alleen in de randomizer. En als een soort van hulpmiddel in Spirit Tracks en that's it. Ja, oké. Okay. Hallo Harm. Die mij wegtrekt. Fijn weekend. Wee! Ja, hij geeft ons een hand, hè? Ja, daarom. Ik vind het ook zo mooi van... Het is ook wel random arm. Ja, mooi. Ik weet wel... Wat ik wel van deze game weet, is dat je bepaalde... Dat ik online dan lees, is dat je bepaalde quests snel moet doen. Want dat wordt makkelijker voor jezelf. Maar ja, weet ik veel welke quests dat zijn. Hmm. De quest voor de VS Deity Mask, de quest voor... Weet ik het. Ik ga wel Amiibo scannen trouwens hoor. Oh, ga gerust je gang. Ik heb het niet, maar ga gerust je gang. Weet ik niet wanneer je het krijgt. Don't know. Groene lijntjes door het schermpje, heentjes. Altijd leukens. Ik vind het zo mooi dat we allebei Breath of the Wild niet hebben uitgespeeld. Maar gewoon met de eerste keer te beginnen. Ja. Oh. Nou ja, wat je zei, anders komt het er waarschijnlijk nooit van. Nee, maar dat is het ook. Want offscreen heb ik dat al tegen je gezegd. Binnenkort komt voor mij Detective Raincoat uit. Final Fantasy 16 komt uit. Nou ja, daar komt Spider-Man 2 nog een keer uit. En dan heb ik nog een paar andere games die ik nog uit moet spelen. Dus ik heb nog genoeg dingen in mijn backlog. Je weet dat dit echt een fucking mooi project kan worden, hè? I know. Daarom zeg ik ook dat we samen kunnen bepalen wanneer wij de game eindigen. Ja. Als ze zeggen van, ja weet je wat, nu zijn we er klaar mee. Hey Gannon, kom eens hier. Nou, dat durf ik denk pas aan als ik heel veel hartjes en heel veel spullen heb. Ja. Kijk, als het iets als het nu Wind Waker was geweest... Dan was je nu al klaar geweest. Nou, dat niet. Maar dan waren we nu in de, was ik nu al in de Verzekerde Fortress. Mm-hmm. En dan was ik nog rondjes aan het rennen... Op het outset, ja. Zelda heeft me veel over je verteld. Hoe de fuck ken je Zelda? Hoe de fuck ben je sneller dan mij? Je was zwaar gewond. Ik ben opgelucht dat je het overleefd hebt. Nou ja, we hebben 100 jaar zitten te slapen. Ik denk dat we ondertussen wel heel veel dingen kunnen overleven. Of heb ik dit al gehad? Want ik zie nu het massasoort al in beeld. Ah, heb je al gehad. Jij leest niet. Onderzoeken. Het liefst fictie zo mogelijk het massasoort. Maar is die ook, dat duurt. Of is het ook, hoe heet het? Ik vertel één ding over het massasoort, dat gaat een periode duren. Het doet één damage. Nou, op zich, één damage is één damage. Ja. Oké, okay. Nou, aanvallen vind ik zo random knop. Why? Tell why? Me why. Ain't nothing at a party. Tell me why. I don't wanna see you stay. I want it, that way. Echt waar. Tears of the Kingdom. Het staat me ook gewoon niet aan, op dit moment nog steeds. Mm. Misschien komt het. Misschien ga ik het leuk vinden. Ik heb er een hard hoofd in, maar misschien wel. Ja, dat heeft Link ook. Als je nagaat hoeveel hij de afgrond is gesprongen.
Ach, jezus, moet ik de hele tijd weer dat springen in het water. Spring in dat water. Weet je wat ik grappig vind? Dat je de spullen van hem vindt. En dat het alleen een broek is. Ik bedoel, dat vest heb ik nooit. Ik weet, dat vest is er gewoon niet, of iets. Oh, is er vast wel ergens. Ja. Succes met vinden. Jump button first. Voor mij is het even meer wennen van, oké, wat zijn de controls nu allemaal? Ja. Want ja, als mensen Breath of the Wild hebben gespeeld, ja, die... Daar zit helemaal in hun brein van, oké, dan moet ik dat precies doen, dan moet ik dat doen. Afgedragen schoeisel. Afgedragen schoeisel, wat. Afgedragen schoeisel. Oké, rennen. Godverdomme, hij kan bij mij niet eens over springen. Oh ja, het intro vind ik wel echt fucking nice. Ik spring nu naar beneden. Oh wacht, ik heb geen stamina. En dan start, dan zie je het logo van de game. Dat vind ik zo fucking sterk. En het gaat muziekje ook. Mm-hmm. Ja, maar dat doen ze wel goed. Dat deed Breath of the Wild goed en dat deed... En doet deze gewoon goed. Maar kan je nagaan, dit is dus 17 minuten 31. Wat doet de speedrunner dan? Die is nu al halverwege bijna. Mogelijk. Wee! Maar ik ben dus nog nooit op de vlakte geweest. Gewoon überhaupt niet op de vlakte. Jij ook niet. Je bent ook alleen nog maar in de sky dus geweest. Ja. Bizar. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. En aan het einde van de serie wordt het Legend of Zelda, Tears of Yordi en Harm. Ja, ik weet... Ik ga... Wat ga... Heb jij een plan? Ja. Wat dan? Vind items. Vind harnas. Vind wapens. En... Rush zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk batterijen. Batterijen. Hemels Eiland der Wederopstanding. Naam ook. Want ja, voor de rest heb ik ook geen plan. Want ja, voor de rest heb ik ook geen idee wat slim is. Ja, ik heb dus ook geen idee. Op zich is, ik weet niet of dat een voordeel of een nadeel is bij Breath of the Wild. Als je geen Breath of the Wild hebt, bijna tot niks hebt gespeeld. Hmm. Hemeleiland der Wederopstanding. Jezus Christus. Ja, dat zei ik dus net. Kan het nog erger. Oh ja. Ja, ik heb Joker Moor, dus ik kan mijn headset niet op. Een tak. Alles wat ik tegenkom ben ik gewoon random aan het doen. Ja, ik pak gewoon appels uit de boom. Echt, mensen die wel dit spelen, die denken echt, wat een stelletje bij elkaar ook weer. Mm-hmm. I don't give a shit. Oeps. Gebruiken. Oh, een houten stok. Prima. Ja, by the way, mensen, er komt geen death counter, want dat gaat richting de 100. Ja, dat geloof ik ook wel. Op zich, dat vind ik wel echt leuk in dit. Dat we gewoon allebei gewoon nul clue hebben. Wat we aan het doen zijn. Ik heb de eerste keer, het eerste uur wat ik gespeeld heb, en ik dus alleen maar op het Sky Island, dat heb ik alleen maar een beetje geëxplored om te kijken wat de fuck er allemaal te doen is. Oh, jezus. In Engels is het Zonai, met alles. Wij hebben Zonanium. Lekker man. Jezus, wat ziet er eigenlijk lelijk uit, zegt de Switch. Sorry dat ik het zeg. Mm. Ja, het blijft raar dat dit... Want het is nu... Zitten we nu nog steeds in het 7e jaar of het 8e jaar van de Switch? 7e. Mm. Hallo meneer de Zonai Construct. Hoe gaat het met u? Goed. Ik heb op u gewacht. Oh, nou mooi. Oh, je bent daar al. Je bent gewoon doorgelopen. Ja. Ja, hey, ik zie een raar iets. Ik loop naar het rare iets toe. Weet je wat ik vind? Aan de ene kant zou ik eigenlijk het willen zo willen spelen dat we allebei hetzelfde gaan doen. Ja. Maar dat is onmogelijk. Jij en ik gaan gewoon...
de dingen doen zoals we zouden willen doen, spelen zoals we zouden willen spelen. En aan het einde van de game zeggen we van, weet je wat... Het is zo casual als de motherfucker dit. Laten we mooi even gannen afmoorden. Ja, maar ja, ik zit nu al in twijfel, moet ik de memories gaan doen en dat soort dingen? Ik weet niet, ik zou zeggen... Ik aan de ene kant misschien wel om gewoon wat context aan de game te geven. Als één iemand van ons het doet, is het al goed genoeg. Nou, ik wil het sowieso doen, want ik wil best wel het verhaal weten. Verder. Nou, het verhaal is heel simpel hoor. Ganon is terug, versla Ganon. Ja. Laten we nou niet doen alsof het verhaal zo diepgaand is. Tempel destijds, ja. Dat is leuk. Dat is een tijd geleden. Tempel destijds, daar ben ik dus nog niet geweest. Jij dus ook niet. Nee. Gaat. Dus zoek toch naar Prinses Zelda. Het enige wat ik wel echt nice vind, is dat de game Nederlands is. Ja. Dat heeft Dokapon niet meer. Dat is jammer, hè? Gewoon. Ja. Bij het meest erge verlies heb ik er nog niet eens over gehad. Wat dan? Je weet toch normaal niet dat je een andere character, als je een player verslaat, dat je hem kan benoemen? Ja. Nu is het gewoon een random woord geworden. Serieus? Wij kunnen niet meer bepalen als iemand ruknamen heeft. Ja, ik weet dat ik Xiao moet gebruiken. Het is alleen nog wel even wennen voor mij van... simpele attacks, want ik jump heel snel, maar ik jump? Attack niet. Ja. Oh, dat is X, ja. Nee, ik attack wel. Y. Ik vind het eigenlijk wel nice, Y als move. Ik zeg je eerlijk, ik vind het niet verkeerd. Kijk, wij hebben een stok gehad. We hebben een andere stok gehad. Nu heb ik een lange stok. Oh, je bent er nog één naar beneden gejumpt al. Ja. Nou, ik nu ook. Ik vind het wel nice dat je R kan drukken. Mijn lange stok is kapot. Ik heb een sprintkikker gevangen. Ik vind de Nederlandse taal heerlijk. Ik vind het ook wel wat hebben. Nou, want het zo fucking hokey is, daarom. Ik weet niet wat je ermee kan. Ik heb die lange stok nog niet eens gezien, man. Nou, hij is zeer lang, slang. Hij is niet te missen. Ah, ik heb hem nog niet gezien, hoor. Nou. Ik ga wel vast koken. Ook dat pitje zo, maar deze pit. Ik vind dat je ook leuk vindt. Ik gebruik mijn sprint niet eens. Ik ben gewoon aan het lopen. Wel. Ja, maar ik haat stamina. Ik heb er echt een teringhekel aan. Maar hoe ga je dat doen wanneer we Skyward Sword gaan racen? Ben je niet goed? Ben ik ook niet, maar dan vraag ik het ook. Ja, geen idee. Shitweet mag het zeggen, ik heb echt geen idee. Ik denk nu ineens aan Korok Seeds. Zo. Ja, ach, het is geen 100%, dus mensen gaan ook niet uit voordat we het 100% doen. Oh jee, ik heb een verroest zwaard. Praktisch. Ingedrukt houden, waal loslaten. Ik ben wel benieuwd hoe het fuse gaat, want dat heb ik dus nog niet kunnen. Dat hebben we allebei nog niet gedaan, denk ik. Mm-hmm. Nee. Waar ben jij nu? Onderweg naar de tempel, zeker al. Ik sta voor de tempel, ja. Ja, ik ben nu bij degene met het vuurvlam. Mm-hmm. Oh, lekker. Mijn zwaard zit in de fik. Praktisch. Ja, ik heb me echt niet uit te leggen hoe koken en zo werkt. Ik vind wel, ik hoop wel wat Anuma heeft gezegd. Ik ga dus nu al verder spelen dan waar ik ooit gekomen ben. Jij ook. Wat Anuma zei, dat het ook voor nieuwe spelers leuk kan zijn, daar ben ik er wel benieuwd naar. Hoe hij dat ziet dan? Dat is voor ons allebei dus eigenlijk. Ja. Hey, Raru. Mattie van me.
Ah, er zat er nog één voor de deur. Tempel des tijds. Oh, je hebt een schild? Ja. Nou. Ja, hij heeft geen fysieke vorm meer. Oh ja, jammer. Een verroest zwaard. Huh. En een houten schild. Nou. Maar hij heeft de kracht niet meer om dingen te doen. Ja. Moet je naar een plek vol heilig licht gaan. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Dit klinkt ook al gewoon onderzoeken. Goed. Nou, dit is allemaal nieuwe shit voor mij. Nou, kluid erop leggen, Link. En heel gauw. Anders hakken we hem eraf en dan gaat het nog sneller. Oh, rood kruis. Oké. Okay. Oké. Nou, de wereld gaat voor mij open. Ga maar zoeken en dingen doen. De deur der beproevingen. Wie de fuck? Dat is Raru. En wie weet wat het mooiste is aan Raru? Meester van de rechterarm. Raru zat ook in Ocarina of Time. Hè? Ja. Wie dan? Raru is... En ik ga game over. Jesus. Ja. Raru is Gabora. Fuck off! Je weet ook die Sage of Light? Dat als je revived of dat je eerste keer adultling bent, kom je zo'n oude man tegen. Zijn naam is Raru en ook ofwel Gabora. Oh! Ja, gewoon de guy van je de light medaillon krijgt. Ja. Oh. Zijn naam is Raru, dus ja... Heel veel mensen maken al parallel van, wacht even, is dit gewoon een rare retelling voor Ocarina of Time? Ja, op zich. God, de shrine. The shrines. Yes, I'm sure they are the key. Zo. Ja, weet je wat ik gewoon kut vind ook? Dat je gewoon geen companion hebt. Dus een midna, een navi, een... was prima geweest. De als je companion... Wij zijn elkaars companion. Ja. Nou, op naar de eerste schrijn. En houd een boog. Oh. Houd een boog? Ja, ik heb al een boog. Godverdomme. Ik heb een pijl. Oh, dan heb je al heel snel een houten boog hoor. Die is letterlijk... De dude met de dingen staat boven je. Ja, had wel bijna dood, die teringlijn. Mm-hmm. Oude houten boog. Nou, ik ben al lang blij dat ik een paar dan boog heb. Kijken of ik daar een beetje goed in ben. Mm, ik ben zo goed als dood gewoon al. Mhm. I've got a stick. What the fuck is dit allemaal? Ah, god, hier liggen de eerste spullen om te fusen. Hallo, meneer de draak. Doei, meneer de draak. Eten. Ik heb nu eten nodig, anders ben ik dood. Zo. Je moet ook random maar een keer in de lucht gaan kijken als je eenmaal weer op een veilige plek bent. Want meneer de draak vliegt rond. Nice. Meneer de draak, waar bent u? Ah, daar bent u. Hallo, meneer de draak. Ja, ik zie hem, ja. Ga je ook naar de eerste shrine, of niet? Ja. Maar ik denk niet dat we nog deze eerste shrine kunnen doen. De sprintzwam. Oh, ik kijk nu al niet uit naar de koud en warmte dingen. Daar ben ik echt zo niet op. Ja. Nou, zeg maar wanneer je zo meteen bij de tempel staat, dan is de part al klaar. Nou, voorlopig moet ik eerst even... Oh ja, wacht. Ik vergeet het dat ik ook gewoon mijn sprint kan gebruiken. Mm-hmm. Tempel van Unai. Ukoi. Okay. Oku.
Oké, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later. Later.